Met sombere gezichten komt het ene na het andere lid van de carnavalsverenigingen kijken wat er over is van hun loods met carnavalswagens. Gewoon niks meer. Het is gewoon alles weg. Echt gewoon alles zwart. Je kan ook gewoon niks meer terugvinden tussen al het as. Dit is de plek waar 8 verenigingen aan hun wagens bouwden. We waren een busje aan het bouwen met 2 poppen erop. Eentje met een gitaar in de handen en eentje had ongeveer zo'n microfoon in de hand. Ja, dit is de gitaar. Nou, daar is niets meer van over, Daar is niks meer van over, nee. Wat doet dat met u als u dat zo ziet? Ja, doet pijn. Alles weg. Niet alleen de wagens, ook de tractoren, het gereedschap en materiaal dat de verenigingen in jaren bij elkaar hebben gespaard. In vlammen opgegaan doordat iemand binnen ging slijpen waarbij een vonkbrand veroorzaakte. De afspraak is alleen buiten slijpen en lassen. Maar met de vinger wijzen willen ze niet. Ja, weet je, had iedereen kunnen overkomen. Dus dat vind ik niet helemaal fair. Ze proberen nu vooral de optocht over 2 weken te redden en hopen op hulp van anderen. Mag in geld zijn, mag in producten zijn, manuren. Ben jij een boer en heb je nog een tweedehands tractor staan die je eigenlijk toch al de deur uit wil doen? Geef hem alsjeblieft. Want die optocht moet doorgaan, hoe dan ook. Ja, toch even een aanhangertje met iets erop te bouwen en een beetje muziek erop. En dat we toch met de optocht meedoen. Ja, gewoon iets anders bouwen in 2 weken. Maar dat kan toch bijna niet? Jawel, wij wel. Ja? Ik proefde gisteravond wel samenhorigheid door met de optocht mee te doen. Ja.